Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weer Plaza opgenomen op donderdag 28 april. Er vielen weer veel buien vandaag in Nederland en sommige buien gingen weer gepaard met hagel en onweer. Maar vanmiddag wordt het wel vanuit het zuidwesten geleidelijk aan droog. Hier op de radarbeelden is dat ook duidelijk te zien dat vanuit het westen er opklaringen komen. Het model laat dat ook heel mooi zien. Dit zijn de buien die over Nederland trekken. Vanuit het westen wordt het dan droog en dan later vanavond en vooral vannacht neemt de bewolking weer toe en volgt er vanuit het westen opnieuw regen. En die regen die trekt... Over Nederland en blijft dan morgen overdag, met name boven Limburg, iets wat slepen. Daar wordt het pas in de loop van de avond wat droger. Zaterdag volgen er dan weer nieuwe buien. Maar vanavond dus op de meeste plaatsen droog. Er zijn ook wat opklaringen. De zon die laat zich nog eventjes zien. Verder trekt wel de wind aan. Die wordt matig tot vrij krachtig uit een zuidelijke richting. En vannacht kan de wind zelfs af en toe hard worden langs de kust. Dan neemt de bewolking toe en gaat het ook vanuit het westen regenen. Voor de regen uit kan de temperatuur in het oosten nog wel dalen naar een graad of 1a2. Morgen overdag bewolkt weer met van tijd tot tijd regen en die regen die trekt dan in de loop van de ochtend naar het zuidoosten en zoals gezegd in het zuidoosten blijft het dan ook nog in de middag en waarschijnlijk een deel van de avond af en toe licht regenen. In het westen komen ook wat opklaringen, met name langs de kust is dat het geval. De temperatuur die loopt op naar zo'n 9 tot 12 graden en er staat morgen een stevige wind uit het zuidwesten, matig tot krachtig. En dan het weekend. Nou, op zaterdag vallen er nog een aantal buien. De middagtemperatuur ligt dan zo rond de 11 graden. Waait een matige noordwestenwind. En hoewel de kaart flink wat zon laat zien, denk ik toch dat het wat tegen gaat vallen met de zon. En dat het overwegend bewolkt weer is. Op zondag daarentegen ziet het er echt wel wat beter uit. Dan blijft het overal droog en zijn de zonnige perioden. Temperatuur loopt op naar zo'n 12 tot 13 graden. Maar in het zuidoosten misschien ook nog wel 14 graden. Ook maandag temperaturen tussen de 12 en de 14 graden, maar dan in de lovende dag wel weer kans op een bui. En dan kijken we ook nog eventjes naar de lange termijn, want het ziet er wel naar uit dat we eindelijk die koude lucht achter ons gaan laten. Zoals gezegd op zondag en maandag gaan we richting de 13 tot 14 graden. Dinsdag en woensdag, ja, dan daalt de temperatuur toch wel weer iets, dan wordt het een graad of 12. Maar vanaf donderdag gaat de temperatuur duidelijk weer in de lift en komen we uit boven de 15 graden. En u ziet het aan onze grafiek Temperatuur die loopt zelfs iets de grafiek uit. Want misschien dat het niet komend weekend, maar het weekend erop wel hier en daar 20 graden kan gaan worden. Dat is nog even afwachten, maar het zijn prettige vooruitzichten. Nog een fijne dag.